We zijn hier in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. En ik ben echt omringd door prachtige objecten. En alles wat we hier zien hebben we te danken aan de expertise en geduld van archeologen. En de meest beroemde ontdekking is wel de vondst van het ongeschonden graf van Toetanchamon. Een ontdekking die niet zonder slag of stoot ging. Sterker nog, daar ging heel veel geduld aan vooraf. Toetanchamon was farao en farao betekent letterlijk groot huis en paleis. En de farao's werden gezien in Egypte als halfgoden. Ze waren opperpriester en opperrechter en zij golden als een schakel tussen de goden en het volk. Toetanchamon was een relatief onbekende farao. Pas in 1905 is zijn naam voor de eerste keer echt goed opgedoken in het tempelcomplex in Luxor. Het was een relatief onbekende farao. Hij was 9 jaar oud toen hij de machtigste man werd van Egypte. Ik weet niet wat jij deed toen je 9 jaar oud was. Maar hij was de baas van het machtige koninkrijk Egypte. En hij was 19 jaar oud toen hij plotseling stierf. En hier zien we de benen van Toetanchamon. Het hoofd is verdwenen, maar de benen zijn er wel. En hier, deze persoon, dit is Horemheb. En hij was generaal en hij volgde Toetanchamon op toen hij op 19-jarige leeftijd overleed. De Brit Howard Carter was archeoloog en Egyptoloog in hart en nieren. En hij wist dat farao Toetanchamon ergens begraven moest liggen in het Vallei der Koningen. Niet in de piramides van Gizeh, maar in een grote vallei tegenover het tempelcomplex van Luxor. En daar lagen 10.000 Egyptische houten metoten lagen daar begraven. Het was één grote dodenstad, één grote necropolis. En ergens in die vallei zou Toetanchamon moeten liggen, want dat graf was nog niet eerder ontdekt. En hij besluit een expeditie te gaan organiseren. Maar hij kan het nooit in zijn eentje, dus hij heeft geld nodig. En die vond hij bij de steenrijke graaf Lord Carnarvon. Hij was ook echt Egypte-fan en hij dacht, ik ga dat wel financieren. En in 1907 begon de expeditie. Waar ga je beginnen? Ja, ergens. Dus men gaat zand graven, 1908, 1909, 1910, 1912, 1915, 1916, 1920. Na 14 jaar lang zand verplaatsen, nog steeds geen spoor te vinden van Toetanchamon. Het lijkt wel een kansloze missie. Carnarvon schat hem met je rijk, maar liefde voor Egypte heeft wel een prijskaartje. En hij zei van, ik kap ermee, ik ga dit niet meer betalen. En Carter zei, Carnarvon, please, please, nog één expeditie. En als we dan niks vinden, dan betaal ik het zelf wel. Een gouden zet. Want toen werd het 4 november 1922. De dag die je wist dat ze komen, was eindelijk daar. Want onder het werkpuin van het graf van de Ramses VI vond Carter opeens een trede. En nog een trede. Zou het er zijn? Nog een trede. En hij komt in een ruimte met een verzegelde deur waarop staat, en ik paraphraseer, hier ligt Toetanchamon. De allereerste persoon die hij een bericht gaat sturen is natuurlijk de financierder Lord Carnarvon. Die zit op dat moment nog in Londen en die zegt, ik kom eraan. En het duurt nog 20 dagen voordat Carnarvon eindelijk gearriveerd is in het Vallei der Koning. Moet je daaraan. Heeft Carter 15 jaar lopen graven en moet je nog 20 dagen wachten voordat je dan eindelijk die verzegelde deur mag openbreken. Carnarvon komt eraan en ze samen breken zij die deur open. Sensationeel wereldnieuws. En Carter die steekt een kaars naar binnen. En Carnarvon zegt van, zie je wat? En Carter zou de legendarische woorden hebben gesproken. Ja, prachtige dingen. Hij zag geen ene f*** met die kaars, maar het zijn wel hele mooie legendarische woorden. Het openen van het ongeschonden graf van farao Toetanchamon was wereldnieuws. De hele internationale pers kwam massaal naar het Vallei der Koningen. Maar wat de journalisten niet echt in de gaten hadden, was dat Carter en Carnarvon slechts in het voorvertrek waren gearriveerd, waar al 600 verschillende objecten waren opgestald. En al die objecten moesten stuk voor stuk heel voorzichtig naar buiten worden vervoerd. De pers was eerst laaiend enthousiast, maar na object 425 waren ze wel een beetje klaar mee. En de pers zocht naar nieuwe sensatie en daar was opeens de plaquette
Wie de rust van de varen overstoort, zal worden aangeraakt door de vleugels van de dood. De vloek van Farao Tutankhamon, zou die uitkomen? Pas na 3 maanden komen Carter en Carnavon dan eindelijk aan bij de grafkamer van Tutankhamon. En ze betreden het graf. En wat gebeurde er? 2 maanden daarna, Carnavon wordt plotseling gestoken door een mug. Het wondje wordt groter, hij krijgt koorts en Carnavon sterft in Cairo aan de gevolgen van bloedvergiftiging op 56-jarige leeftijd. De pers wordt helemaal gek. Wat zij bedacht hadden, fake news, werd opeens echt nieuws. De vloek van de farao komt uit. En dan heb je opeens de vloekbelievers, die overal wel verdachte omstandigheden zien waaraan de mensen zijn overleden. De secretaris van Carnavon zou zijn overleden door een hartaanval. En ook de vader van de secretaris van Carnavon die zou zelfmoord hebben gepleegd. Overal verdachte omstandigheden, overal de vloek van Tutankhamon. Dames en heren, daar klopt echter geen bal van. Men heeft het echt namelijk onderzocht. En wat blijkt? Van de 58 mensen die direct of indirect betrokken waren bij het openen van het graf van Tutankhamon, stierven slechts 8 personen binnen 12 jaar. En dit is statistisch gezien gewoon heel acceptabel. En ook Howard Carter, die bleef miraculeus ook dan ook in leven en stierf pas in 1939 aan de gevolgen van lymfeklierkanker. Het verhaal van Carter en Carnavon laat heel mooi zien wat geduld, toewijding, geld en geluk heeft opgeleverd. Je moet trouwens een beetje denken aan Bruno Wertz, ook een maritiem archeoloog die al 31 jaar op zoek is naar een VOC-schip in Zuid-Afrika. Hij heeft nog 1,5 miljoen euro nodig. Gaat het hem lukken? Geduld is een schone zaak.